Vrijdag 12 december, dit is U Vandaag. Kerstmarkten afgelast door harde wind. Ondergedoken Leusdenaar laat van zich horen. En dit felbegeerde schildje prijkt binnenkort op een woedend familiebedrijf. Goedenavond. Goedenavond. We kijken uit naar de feestdagen straks, maar er wordt ook nogal wat van je verwacht. Ook wat betreft het kerstdiner. Verslaggever Nadia Suraj. Ja, mogen we gourmetten met de kerst eigenlijk? Nou, als je ziet wat ze hier allemaal hebben, zoals wat ik in mijn hand heb, dan zet je dat gourmetstelletje snel weer de kast in, denk ik. Nou, dat allemaal straks. Eerst de ander nieuws van vandaag. Een speciaal bonnenboekje voor agenten in Utrecht tijdens Oud en Nieuw dit jaar. Zo kunnen ze makkelijker boetes geven aan mensen die te vroeg vuurwerk afsteken. Vanaf 29 december gaan speciale teams de stad in om vuurwerkoverlast aan te pakken. Ze blijven actief tot het moment waarop het afsteken officieel is toegestaan. Oudjaarsavond 6 uur. De politie zet extra mensen in voor de vuurwerkteams. Een belangrijke dag vandaag voor Amersfoort. De stad zette vanmiddag de handtekening onder de koop van een deel van het terrein van de Bernhardkazerne. De grond hebben ze nodig voor de aanleg van de nieuwe westelijke randweg. Over die weg is jarenlang gesteggeld door natuurliefhebbers en het bedrijfsleven. De werkzaamheden beginnen volgend jaar. De provincie gaat 2 huizen in Doorn kopen die op zeer vervuilde grond staan. De bewoners moesten deze zomer hun huis uit vanwege de vervuiling. Die komt van de naastgelegen stomerij, die in de jaren 70 en 80 een giftig schoonmaakmiddel in het riool loosde. De provincie wist al jaren van de verontreiniging, maar deed niets. Nu wordt er alsnog gesaneerd. Een van de mannen die deze week werd opgepakt bij een grote wapenvondst in Loosdrecht is voormalig American voetbalspeler Frank T. Hij was coach van de Utrecht Dominators. En ook zijn broers Peter en Richard zijn opgepakt. En zij speelden ook bij het Utrechtse team. De wapens werden dinsdag gevonden in de woning van T. Volgens de Telegraaf was hij eerder veroordeeld voor wapenhandel. En terwijl de kust vanmorgen te maken had met een flinke zuidwesterstorm, bleef het bij ons in de regio beperkt tot onstuimig weer. Maar er waren wel flinke windstoten, tot wel 90 km per uur. En door die harde wind gingen er op verschillende plekken in de regio kerstmarkten niet door. Niet veilig voor de bezoekers. Op de redactie Mark van Rossum. Ja, storm in de provincie. Ja, vooral stevige wind. Tot echt grote problemen heeft het niet geleid. Kliko's waaiden weg, takken braken af en fietsers hadden het vooral heel erg lastig. De hulpdiensten kregen ruim 10 keer een verzoek om hulp. Maar het was vooral heel vervelend voor mensen die iets in de open lucht wilden organiseren. Zoals hier in Utrecht op het Domplein. Het zag er vandaag vooral heel troosteloos uit. Mensen spoeden zich op weg en eigenlijk had het hier heel gezellig moeten worden. Het is een kerstmarkt, dus heel veel standhouders, kraampjes, chaletjes. Mensen die hun waren zeg maar, aanprijzen, maar ook een zweefmolen die hier staat. We staan nu in een ronddraaiend restaurant waar lekker eten en drinken, glühwein, stamppotten, dat soort dingen plaatsvinden. Maar de kerstmarkt is voor vandaag afgelast. Nou ja, vanwege de wind. We hebben zorgvuldig overleg gehad met de meteodienst en... Uiteindelijk waren de windvlagen op dit plein zo heftig dat we hebben besloten om het af te lassen. Niet getreurd, want elders in de stad is wel kerstgezelligheid te vinden. Nou, we gaan gewoon op het Stadhuisplein en op de Mariaplaats, daar gaat het wel door. En ook onderdeel van de kerstmarkt Utrecht is de ijsbaan op de Neude. Dus dat gaat gewoon allemaal wel door. Alleen vandaag gaat het hier niet door, maar morgenochtend om 11 uur gaan we hier ook gewoon open. Dus de wind gaat straks liggen en dan gaan we hier weer opbouwen. En dit is de ijsbaan op het Neude wel open, maar het nare weer brengt weinig schaatsers op de been. En voor de rest in de provincie veel water op de weg en problemen voor fietsers. Ja, en op de redactie staat verslaggever Mark van Rossum nog steeds natuurlijk. Ja Mark, het feest op het Domplein, de kerstmarkt ging niet door, maar op meerdere plekken is het een en ander afgelast, hè? Ja, Utrecht Centraal wordt verbouwd, het Centraal Station. En het dak is bijna af. En bovenop dat golvende dak zouden ze een klein feestje vieren vandaag. Ook dat is afgelast. En de Hooglandse wintersferen, heel jammer, ging vandaag niet door. Mark, dankjewel. Al 2 maanden is hij spoorloos. Nader Wasseg uit Leusden. Hij vluchtte uit Afghanistan en woont inmiddels 16 jaar in Nederland. Maar toen hij te horen kreeg dat hij terug moest naar Afghanistan, dook hij onder.
Maar hij heeft ook een vrouw en met haar is hij al 36 jaar samen. Hij wil haar niet alleen achterlaten in Leusden. Ze hebben elkaar nu al 2 maanden niet meer gezien. Maar vandaag ontmoeten ze elkaar op een geheim adres en wij mochten erbij zijn. Ik denk, beter blijf ik hier doodgaan dan in Afghanistan zonder mijn vrouw. Nader Wasserg is vandaag even terug in Leusden. Terug bij zijn vrouw en vrienden. We mogen hen niet filmen. Ook wil Wasserg niet dat we veel van dit huis en de omgeving in beeld brengen. De Integratie- en Naturalisatiedienst is namelijk naar hem op zoek. Daarom is hij al 2 maanden ondergedoken. Weg van zijn vrouw. Wij zijn in zo'n kleine Nederland en wij kunnen niet met elkaar. Dat doet mijn pijn heel erg. We leren Wasserg 2 maanden geleden kennen in Leusden bij kasteel Stoutenburg, waar hij op dat moment woont en werkt. Ik vind het mooi als ik ben bezig met aarde of met natuur. Het is heel gezellig. Wasserg krijgt tijdens de opnames van toen te horen dat hij definitief niet in Nederland mag blijven. Hij wordt gezien als ongewenste vreemdeling. Volgens de overheid maakte hij deel uit van het Afghaanse regime dat mensenrechten schondt. Ik heb niks gedaan, maar wat dit is voor mij vreemd. Ik helemaal ken niet deze woorden. Zij hebben als misdadiger, als mensenrechten, schonden. En deze woorden, zij hebben zo bij elkaar gezet. Hè? Maar alleen willen gebruiken van woorden, niet van bewijs. Wasserg is nu op de vlucht voor de IND. Hij mist zijn vrouw, maar ook zijn werk. Ik was daar actief. En met mensen samen. En elke dag van 9 tot 5 waren daar mensen gewoon aan het werk. Maar nu, ik zoek een plek waar moet van regen beschermen. Op Facebook is een actie gestart tegen de uitzetting van Wasserg. Maar vooralsnog zonder resultaat. Nader Wasserg vertrekt daarom weer naar zijn onderduikadres. En wanneer hij zijn vrouw weer ziet, geen idee. Dus die situatie is niet het beste, niet menselijk. De Integratie- en Naturalisatiedienst is nog steeds op zoek naar Nader Wasserg. Tot nu toe zonder resultaat. Zometeen is onze provincie weer een gewilde onderscheiding rijker. En met deze kerstmaaltijd krijg je zelfs je schoonmoeder stil. Ja, maandag is het zover. Dan gaat RTV Utrecht de regio in om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank. Voor mensen die niet zo'n lekkere maaltijd kunnen eten, zoals we net zagen. En uw hulp is daarbij hard nodig. Heeft u bijvoorbeeld groenten in blik of rijst en pasta? Dan leveren ze dan in bij collega Margreet. Deze week was ze al even onderweg. Ja, met die SRV-wagen die we zouden gebruiken om de spullen in te zamelen. Maar dat ging niet helemaal goed. We staan nog bij te komen van de klap, want we reden heel nietsvermoedend en rustig richting Amersfoort, richting de voedselbank daar. En toen hoorden we een hele harde klap en achter ons waren alleen nog maar vonken te zien. Toen zijn we teruggelopen en toen vonden we dit, en er hoort nog een deel bij. De aandrijfas, serieus kapot. De wagen is serieus kapot. Onze grote SRV-wagen voor de voedselbankactie, die heeft ons in de steek gelaten. En die gaat het ook waarschijnlijk niet meer doen de komende week. Ik voel wel een beetje een probleem opkomen. Maar gelukkig hebben we goed nieuws. Dankzij uw geweldige hulp rijdt ze vanaf maandag met deze grote bus de provincie door. Die mogen we lenen van de organisatie Make a Difference in Houten. Heel veel dank daarvoor. Ja, dus kan de actie ook bij ons in de provincie gewoon doorgaan. Ja, wij praten verder met Tom Hillemans van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Tja, u bent volop in het nieuws op alle regionale zenders op dit moment om aandacht te vragen voor de voedselbank. Dat moet u toch wel best wel goed doen. Heel dubbel gevoel. Natuurlijk doet het ons heel erg goed. Maar het is natuurlijk ook jammer dat het nodig is. En het is heel goed dat er heel veel aandacht voor is. Omdat ik denk dat nog te weinig mensen weten dat het echt nodig is. Er zijn toch zo'n 85.000 Nederlanders die gebruik maken van de voedselbank. En dat is, als je dat even optelt, een klein stadje bij elkaar. En elke week proberen wij als voedselbank voor deze mensen een voedselpakket samen te stellen. Ja, om een idee te krijgen, om hoeveel voedsel gaat dat dan wel niet? Ja, we proberen, en elke voedselbank is natuurlijk weer een klein beetje anders, maar wij proberen een aanvulling te geven op het eten, het wekelijks eten. En gemiddeld proberen we zo tussen de 20 en 25 producten elke week aan een gezin beschikbaar te stellen.
Ja, bij elkaar is dat een behoorlijke hoeveelheid, maar lang niet voldoende om heel de week van te kunnen eten. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus de bedoeling, het is echt een aanvulling op het eten wat er al is. Aanvulling, ja, want ons als voedselbank lukt het echt niet om zoveel voedsel bij elkaar te krijgen, zodat een gezin er heel de week van kan eten. Bovendien, dat willen we ook niet. Mensen moeten zelf ook de keuze hebben om ook nog wat bij te kopen. Je moet je ook realiseren dat we als voedselbanken allemaal producten krijgen en dat we heel afhankelijk zijn van wat we krijgen. Dat kan dus heel verschillend zijn en elke week heel verschillend. Dus wij kunnen nooit garanderen dat we elke week en voor elke dag een complete maaltijd hebben. Nee, want als je kijkt naar wat gezond is, dan hebben we toch... Iedereen kent een schijf van 5. Ja. Hoe groot is de kans dat u daadwerkelijk kan afleveren bij een gezin? Die kans is heel klein, terwijl we het heel graag wel zouden willen. Dus dat kunnen we niet, want we zijn afhankelijk van wat we krijgen vanuit het bedrijfsleven, van producten die, zeg maar, waar iets mee is of die over zijn. En dat we die producten krijgen, dat is heel, heel wisselend. En vandaar dat we nooit kunnen garanderen die schijf van 5. We zouden het heel graag wel willen. Ja. En waar is vooral behoefte aan welke producten? Het is natuurlijk een hele lijst, maar ik zal er een paar uitpakken. Echt een basis voor een maaltijd, zoals rijst en pastagerecht, zoals macaroni en spaghetti, aardappelen. Daar is echt behoefte aan. Maar ook verse groenten. Daar is ook behoefte aan vlees bijvoorbeeld. Alleen voor zo'n actie moet je wel ontzettend oppassen. Want de voedselveiligheid is voor de voedselbanken ook een belangrijk onderwerp. Dus de oproep hier zou echt zijn van... mensen, probeer producten die houdbaar zijn, zoals groenten en vruchten in blik. Probeer pastagerechten, de rijst. Allemaal prima. Of houdbare melk, zuivelproducten, is er niks mis mee. Wat u eigenlijk zoekt is inderdaad... het zijn gezonde, houdbare producten en de basisproducten waar je mee kunt koken. Klopt. En dat er dan koffie en thee bij komt, is wel heel mooi meegenomen. Want daar is natuurlijk ook grote behoefte aan. En dat zijn niet producten die we vaak krijgen. Nee, nu hebben we een hele grote actie hier bij RTV Utrecht, maar in het hele land. Ja. Wanneer is deze actie voor u geslaagd? Die is geslaagd dat als het bewustzijn bij de mensen dat de voedselbank echt nodig is, zeg maar. Als dat bewustzijn weer wat groter is geworden. En dat het echt iedereen kan overkomen om afhankelijk te worden van de voedselbank. Gelukkig en hopelijk altijd tijdelijk. Als het heel veel producten oplevert, dat zou geweldig zijn. Maar vooral als het niet bij een actie rondom de kerst blijft, maar als continu door het jaar heen de mensen aan de voedselbank denken en de voedselbank helpen. Ook misschien in de maanden februari, maart, dat we dan ook nog eens wat komen brengen. Absoluut, ja. Tom Hillemans, dank voor uw komst en uw uitleg. We gaan verder met Utrecht nieuws uit andere media. En daarin natuurlijk ook aandacht voor de naderende feestdagen. Ja, RTL strooit met kerstpakketten in deze kersttijd. Gisteren was de aftrap op de Hof in Amersfoort. En dat zien we hier. Voorbijgangers komen langs bij de enorme bus. En ze vertellen aan wie ze dan dat kerstpakket gunnen en waarom. En als het verhaal dan echt goed is, dan komen Winston, Albert Verlinde of Mike de Boer zelf naar buiten gerend. Verrassing om het pakket te overhandigen. En er worden de komende tijd heel veel van die kerstpakketten uitgedeeld door RTL. En ze gaan daarmee door tot aan kerstavond. Mooi initiatief. Ja. Ja, dan de Utrechtse atlete Daphne Schippers heeft al heel veel prijzen gekregen. En ze is nu verkozen tot Gelderse sportvrouw van 2014. Omroep Gelderland huldigde haar en ook andere sporters vanwege haar prestaties op het EK atletiek dit jaar. Ze won goud op het EK op de 100 en 200 meter. Nou, Gelderland heeft haar gehuldigd omdat ze op Papendal, dat is de academie voor topsporters, daar in de provincie traint. Maar ja, laten we eerlijk zijn, ze is en blijft natuurlijk gewoon een Utrechtse. Ja, inderdaad. Dus de prijs is dan ook een beetje van ons. Zo is het. Kunnen we het wel zeggen. Dan een grappig filmpje wat we tegenkwamen. Het vervoersbedrijf in Utrecht, UOV, komt vandaag met dit filmpje op de proppen. Deze dames gaan op een vrij originele manier de bus in. En het houdt niet op, want in de bus hangen ze vervolgens aan alle stangen en zitten ze op gekke manieren. Nou, dat zorgt natuurlijk voor hilariteit bij de medepassagiers. En het is allemaal te doen om deze campagne een flexibel abonnement. Dat wordt gepromoot. Flexibel, dat is het zeker. Ja. Voor de keuze van de kijker wilde u een beetje geïnspireerd worden. U wilt graag wat ideetjes krijgen om straks het ultieme kerstdiner te maken. En dus stuurden we onze verslaggever naar de jaarbeurs in Utrecht. De komende dagen helpen topkoks als Peter Lute en Ramon Beuk bezoekers om een heerlijk maal voor te bereiden. Voor hobbykoks en culinaire natuurtalenten is de jaarbeurs in Utrecht komend weekend de place to be. Met de feestdagen in het vooruitzicht geven topkoks zoals Peter Lute tips om iets bijzonders op tafel te zetten. Als je zelf gaat koken thuis, is een hele belangrijke tip. Maak het niet te ingewikkeld. Zorg ervoor dat het moment
met je vrienden, je vriendinnen en je familie. Dat is belangrijker dan dat je, nou ja, ik noem maar even half bezweet, met stress uit de keuken komt. Maak het niet te ingewikkeld. Tijdens het festival The Taste of Christmas, oftewel de smaak van kerst, schotelt Lute zijn gasten paling voor. Het gerecht ziet er feestelijk uit. De moeilijkheid zit hem vooral in het klaarmaken van de paling. We gaan nu de paling even roosteren. We roosteren het, dan gaat de paling erop, dan slaat het dicht. Dan gaat de rook in het pannetje, dat slaat mooi op de paling. Dat laten we heel eventjes een minuutje staan. Met rode quinoa, bietjes en knolselderij op het bord ziet het er feestelijk uit. De paling verdelen we mooi over het gerecht. Even proeven. Oh. En wie kiest voor een klassiek kerstdiner zoals wild, maakt het zichzelf makkelijk door op tijd te beginnen. Het is heel moeilijk om op het laatste moment, hè, sommige mensen willen wat meer gangen serveren, om dan op het laatste moment ook nog al die details te moeten doen. En als je daar 's middags al op alle gemak, misschien een glaasje wijn erbij, het is toch gezellig met kerst, op je gemak die smaak al kunt verfijnen. Ja, dan kun je ook nog eens iemand die bij je aan tafel zit even laten proeven. Wat vind jij ervan? Vind je het goed? Het hele weekend staat de jaarbeurs nog in het teken van eten. En er zijn honderden verschillende recepten te zien en natuurlijk te proeven. Dit zag er in ieder geval heel lekker uit, hè? Ja, en onze Nadia, die is in de jaarbeurs. Ze heeft geluk. En zit je daar ook weer te eten? Jullie missen echt wat hier, serieus. Het ruikt hier heerlijk. Er zijn overal kerstbomen, het is echt een kerstsfeer. Sneeuw, een ijsbaan. Dus ik kan er niks aan doen. Ik neem er wat mee zo meteen. Taste of Christmas, daar ben ik dus nu. Het is al behoorlijk druk ook aan het worden. En 10 jaar geleden is het begonnen, het culinaire festival in Londen. En het is zo populair geworden, het is echt de hele wereld overgegaan. In Dubai, Kaapstad, Melbourne. En dus nu voor het eerst hier in Utrecht. Er zijn ook chef-koks, bekende chef-koks aanwezig, die het een en ander demonstreren. Julius Jaspers bijvoorbeeld. In het filmpje van net zagen we natuurlijk ook al een bekende kok, Peter Luthe. En hier naast mij staat Ramon Beuk. Ramon, eet smakelijk trouwens. Dankjewel. Ik zit te genieten hier. Hoe belangrijk is nou kerst voor een chef-kok? Kijk je daar het hele jaar naar uit? Nou, ik zelf niet. Als kok ben ik natuurlijk altijd op zoek naar vernieuwing, verbetering, dingen mooier en leuker maken. Kerst is vooral voor mij als persoon een feestje wat je met je vrienden, familie, de mensen die je lief hebt, vier je kerst. En het is fijn om mensen dan weer met elkaar samen in één ruimte te hebben. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik het leuke aan kerst. En wat dat betreft koken. Ja, ik wil hem met kerst liever zelf niet koken. Dan vind ik het juist fijn als ze voor mij gekookt wordt. En dat ik gewoon echt kan genieten van die dag. Dat alle mensen die je lief hebt om je heen zijn. Dat vind ik het mooie aan kerst. Dus eigenlijk is het meer samen zijn dan het eten met de kerst. Nou, uiteindelijk is samen zijn is heel fijn. Maar elk evenement wat je organiseert, daarbij is eten wel een heel erg belangrijk onderdeel. Hè? Als we samen zijn en we hebben het gezellig en het eten is slecht. Ja, dan uiteindelijk ga je naar huis en zeggen van nou, het was wel leuk, maar het eten dat sloeg helemaal nergens op, zeg maar. En als eten geweldig is, dan hebben mensen het toch altijd wel weer over het eten. Hoe leuk het feestje ook was, of hoe zeg het feestje was, als het eten goed is, nou, dan is een feestje al heel gauw. Krijgt een feestje iets extra's. En dan is dat is toch wel hetgeen waar mensen het aan het einde van de dag over hebben. Zeker. Er zijn altijd mensen die niet zo goed kunnen koken en die dan met kerst het gourmetstijl weer uit de kast trekken. Heb je nog wat tips voor die mensen? Nou ja, kijk, ik vind het vooral heel belangrijk dat je heel dicht blijft bij jezelf. Ook met kerst. Het is natuurlijk altijd leuk om iets te doen wat je nog nooit eerder gedaan hebt. En denk van met kerst ga ik dat doen. Maar daar gaat het wel vaak fout. Hè? Het is wel vaak zo dat mensen juist met de kerst gaan uitpakken. En dan gaan ze dingen doen waar ze helemaal niet goed in zijn. Ik denk altijd zo van ja, als je nou heel goed bent in een gehaktbal. Hè? Als je nou een hele lekkere gehaktbal kan maken. En je zou erover nadenken over hoe je die gehaktbal met kerst kan maken. En hem dan net even anders presenteren. Dan heb je sowieso de garantie dat je een hele lekkere gehaktbal hebt die altijd goed is. En dan breng je hem op een verrassende manier. Dan snij je hem leuk, dan doe je daar een paar leuke dingetjes bij. En dan zit je op een hele andere manier te genieten van iets waarvan jij zeker weet, als ik het maak, dan gaat het goed. En waar het fout gaat, is dat mensen dan een boek pakken of heel moeilijk een ingewikkeld recept. Dat ze niet kennen, nog nooit eerder gemaakt. En dan met kerst gaan ze het maken en dan mislukt het en heb je daar stress van. En ik wil vooral niet dat mensen met de stress
met de kerst stress hebben. Want stress met kerst, ja, dat is gewoon zonde. Want stress is niet fijn. Kerst is het feestje. Je moet daar gewoon ontspannen zijn en vooral genieten. En dat is wat mensen vooral moeten doen. Nou, dankjewel, Ramon. Mocht je hier langs willen komen, het kan nog tot en met zondag, is er hier dus The Taste of Christmas. Nadia, dankjewel. En geen stress dus, maar lekker eten. En aanstaande maandag dan hebben we natuurlijk weer drie nieuwe keuzes. Hanneke, weer iets lekkers om te eten of wordt het wat anders? Ja, voor de mensen die van lekker eten houden, zit er inderdaad ook wat leuks in. Dat zo, eerst het Dierenpark Amersfoort. Dwars door het park gaat een enorme sliert met lichtjes, in totaal wel 3 kilometer lang. Tussen de apen en de giraffes door. En onze verslaggever mag een handje helpen met die lichtjes. Dat is de eerste keus. Dan het Katharijnenconvent in Utrecht, het museum over de geschiedenis van het christendom in Nederland. Ook helemaal in kerstsfeer. De verslaggever kan zich maandag laten voorlezen en een kerstvoorstelling bekijken. En dan, studenten van de hotelschool in Amersfoort maken een kerstdiner en die kunnen allemaal super lekker koken. Gaat allemaal ook samen met een chefkok. De verslaggever mag maandag alvast even voorproeven. Dit zijn onze keuzes dus. Lampjes door de dierentuin, kerst in Museum Katharijnenconvent of het sterrendiner op de hotelschool. U mag kiezen. Stemmen kan tot maandagmorgen 9 uur op onze website. Napoleon heeft het ooit verzonnen en hij noemde het koopman des konings. Nou, tegenwoordig kennen we het als het predicaat hofleverancier. Een eretitel die voor maar weinig bedrijven is weggelegd, want je moet aan zeer strenge eisen voldoen. Maar een familiebedrijf in Woerden kreeg het voor elkaar. Op de dag af 100 jaar wordt er aan de Barwoutswaarder in Woerden al hout bewerkt. Het familiebedrijf Verwijhouttechniek heeft in al die jaren van alles meegemaakt. Je krijgt de economische crisis van 1929, je hebt de Tweede Wereldoorlog. Nou, noem al die golven in de tijd maar op. En vanuit na de Tweede Wereldoorlog zijn ze eigenlijk in de kozijnen terechtgekomen, in de wederopbouw van Nederland. Ja, en zo is het bedrijf aangehaakt in die nieuwe tijd. En ja, zo konden wij dat op een gegeven moment, hebben wij dat voort kunnen zetten. Toch kreeg ook Verwij uiteindelijk toch nog te maken met rampspoed. Oktober 2013 brandde het bedrijf voor een groot deel af. De grote werkhal moest helemaal opnieuw worden opgebouwd. Het is dan ook extra speciaal dat het familiebedrijf zich vanaf vandaag hofleverancier mag noemen. Het is een opsteker na een zware periode. Het is een waardering voor de familie gedurende al die jaren, maar meer ook een waardering voor de mensen die samen met ons die onderneming na die 100 jaar geholpen hebben. Want zonder hen gaat het ook niet. Er komt dus een schild aan de gevel te hangen. Maar wat houdt dat hofleverancier zijn nou precies in? Frank van der Vorm weet dat als geen ander. Het gaat er vooral om aanzien. Hè. Het is ter ondersteuning van een goede naam van een bedrijf. Goede naam heb je natuurlijk al, anders word je het niet. Maar dat wordt daar nog eens een keer mee bevestigd. En dan kun je echt in het buitenland en ook in Nederland zelf, kun je daar een groot aantal nieuwe klanten door interesseren. In onze provincie zijn er naast Verwij Houttechniek nog 33 bedrijven die zich hofleverancier mogen noemen. De meeste zitten in de stad Utrecht. Ook Veenendaal en Zeist doen het goed. De meeste gemeenten in de provincie Utrecht hebben tenminste één hofleverancier. De koning zelf kiest uiteindelijk welke bedrijven het schildje krijgen. Hij kijkt dan met een schuin oog naar een lijstje met voorwaarden. Men moet tenminste 100 jaar oud zijn, van onbesproken gedrag, over een hele lange periode. En ook een vooraanstaande plaats innemen in de regio. Hofleverancier zijn betekent overigens niet dat er vanaf maandag vrachtwagens heen en weer rijden naar de optrekjes van de koninklijke familie. Verwij heeft wat dat betreft zijn huiswerk gedaan. Nee, dat is niet per definitie zo, maar hij heeft ons telefoonnummer. Ik denk dat hij altijd mag bellen ook, toch? De koning tuurlijk, wel. Ja. Personeel viert vanavond trouwens een groot feest en daarbij zijn ook oud-medewerkers en natuurlijk de hele familie Verwij aanwezig. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het droog en neemt de wind af tot matig. Het koelt ook af tot een graad of 6. Morgen is het opnieuw bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. Op sommige plaatsen valt dan nog een klein buitje. Het blijft dan zo'n 6 graden. En ook zondag schijnt de zon, maar het wordt dan met 4 graden wel iets frisser. En ja, de dagen daarna weer bewolking en af en toe wat regen. Tot zover u vandaag. Voor meer nieuws uit de regio kunt u kijken op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer te beginnen met het weekoverzicht. Nou, heel graag tot dan en voor nu een fijn weekend. Doeg!